Na een zinderend slot tegen FC Utrecht heeft Go Ahead Eagles een clubrecord geëvenaard uit 1970. 11 wedstrijden op rij ongeslagen op het hoogste niveau van Nederland. Een prestatie die aankomende zaterdag tegen RKC Waalwijk alleen nog maar mooier kan worden. Vanuit de nieuwe skyboxen van Go Ahead Eagles heet ik jullie van harte welkom bij je nieuwe Eagles Talk. Go Ahead Eagles tegen RKC Waalwijk is een wedstrijd tussen de nummer 10 en 11 van de Eredivisie. Het puntenverschil tussen beide ploegen bedraagt maar 1 punt. Het zijn daarmee directe concurrenten van elkaar. Vin Stokkers speelde vorig jaar nog voor RKC Waalwijk. We vroegen hem naar het weerzien met zijn oude club. Ja, aankomende zaterdag een wedstrijd tegen RKC Waalwijk, een oude club van jou. Kijk je uit naar die wedstrijd? Ja, ik ken nog heel veel mensen bij RKC. En ik krijg er nog altijd warme gevoelens bij de club. Ik heb er nog regelmatig met wat jongens en ja, zeker wel. Heb je ze ook in aanloop naar deze wedstrijd? Nou ja, ik had sommigen nog wel, maar niet zoveel of zo. Wat verwacht je van de wedstrijd? Moeilijke wedstrijd. We spelen met 5 achterop. Een formatie wat gewoon moeilijk te breken is. Dus het zal heel lang stug zijn. Maar ik denk wel dat wij daar gaan winnen. Vorig seizoen bleef de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles spannend tot in de late minuten. Ook de VAR had hier een belangrijke rol in. Laten we terug gaan kijken naar deze wedstrijd. Oran Gangun. Hard voor, goed voor in de goal. Prima weggelopen. En de 1-0 is van Inigo Córdoba. Is het er binnen? Ja, want het is Hensman van Kramer. En die komt met 4 daar. Het is een rechter. Dus het is binnen de lijnen, toch? Het was inderdaad serieus Hensen zijn penalty voor RKC. En nu ook niet. En toch heeft Haan besloten de andere kant op te duiken. En in de 60e minuut wordt het 1-1. Vaassen. Daar komt Liedberg. En die bal valt binnen. Is de goal. Is het een goal van Liedberg? En blijft hij staan. Voorlopig blijft hij staan. Maar is het geen aanvaller van de keeper in het 5 meter gebied? Geen goal. Dus de 1-2 van Liedberg, daar gaat een streep doorheen. Heb jij Mats en Jael gezien bij onze partner van Tongeren? In de nieuwe serie Eagles over de vloer op het YouTube-kanaal van Go Ahead Eagles gaan Mats, Jay, Bobby en Henrik de strijd met elkaar aan door challenges uit te voeren bij sponsoren van Go Ahead Eagles. Mats en Jay waren afgelopen woensdag aan de beurt. Bobby en Henrik komen op woensdag 1 februari in actie bij onze hoofdsponsor Jumper. Bekijk in ieder geval de aflevering van afgelopen woensdag terug op het YouTube-kanaal van Go Ahead Eagles. Dat is goed. Ik voelde me meteen op mijn gemak. Hey, dit kan niet zijn, toch? 3, 2, 1. Hey, het geld moet niet in je zak, hè? Weet je dat weet, hè? Is wel hard werken, vind je niet? Ja, nogal. Maar gelukkig komt binnenkort Eagles over de vloer online. Ja, en dan nog even het volgende. De skyboxen van Go Ahead Eagles hebben natuurlijk afgelopen zondag tegen FC Utrecht ook hun debuut gemaakt. Naast mij staat algemeen directeur van Go Ahead Eagles, Jan-Willem van Dop. Jan-Willem, ben je tevreden met hoe de skyboxen geworden zijn? Ja, zeer. Jammer dat we een vertraging hebben moeten oplopen. Naar aanleiding van allerlei zaken als leveringen. Hè, dat had alles met Oekraïne te maken. Ik ben heel blij dat we 15 januari gehaald hebben. Ze zien er echt fantastisch uit. En het mooie vind ik ook dat er zijn 2 partijen geweest die direct al eigenlijk op basis van tekeningen hadden gezegd. We gaan een contract aan voor 3,5 jaar. Maar de andere 2, daar hebben we van gezegd, die waren ook iets groter. Ja, die zijn bijna allemaal al voor de rest van het seizoen per wedstrijd alweer verhuurd. Dus heel mooi. Ja, dat was een groot feest. Hoe hebben de bezoekers de wedstrijd beleefd? Ja, fantastisch. We hebben natuurlijk heel veel mensen ook even de toegang gegeven. Kom maar eens kijken. Nou, dan merk je gelijk dat dat ook weer zijn effecten kreeg van ik wil hem ook een keer voor een wedstrijd. Dus ja, iedereen was laaiend enthousiast en is positief. Aankomende wedstrijd zal een mooi aantal supporters de reis maken richting Waalwijk. Had jij nou ook bij deze uitwedstrijd willen zijn? Ook zonder loyaliteitspunten kun je nu je ticket halen voor de uitwedstrijd tegen PSV. Dus doe dat zeker. Voor nu de focus op zaterdag. De focus op RKC. Op naar Waalwijk.